We staan hier aan het Grindgat bij Maastricht, waar een van de meest spectaculaire openwater zwemwedstrijden wordt gehouden. Bovendien is het de eerste keer dat zo'n openwater zwemwedstrijd in Limburg wordt gehouden. Rob Hofsteder doet de PR voor dit evenement. Hoe is dat idee zo ontstaan bij jullie? Nou, je moet je voorstellen, we zijn allemaal heel enthousiaste zwemmers. En in het begin van zo rond mei stonden we hier allemaal een beetje bij elkaar. We staan hier bij Fun Valley en stonden we een stukje verderop in het water. En met een 10, 15 enthousiastelingen aan dat water. Jong, hier moeten we wat mee doen. Ja, wat ontstaat dan? Dan roept onze voorzitter, die roept van nou, wij gaan met z'n allen een evenementje maken. Kijk, en wat is er zo bijzonder aan deze locatie? Nou goed, als je naar de locatie kijkt, nou goed, het is Maastricht, hè, dus dat is wel heel bijzonder. Dan kijk je hier de natuur. We zwemmen hier open water. Dat is een stukje vrij uniek. Het zwemmen wat we doen is doen om een eiland heen zwemmen, wat al vrij mooi is. Ja goed, zand, strand, water, nee, noem maar uit. Dus even zon die komt eigenlijk ook nog uit, dus het is helemaal compleet. Ik begrijp dat het water hier iets warmer is dan in de rest van Nederland. Ja, omdat het een beetje stil water is. Het wordt ook gefilterd vanuit de grond. 2-3 graadjes is het warmer als de Maas. En de Maas die stroomt een stukje verderop. Dat is heel plezierig eigenlijk voor de medewerkers. Nou, laat ik zo zeggen, de 16 graden. Ik weet niet of dat heel erg plezierig is. Het is toch even koud. Het zijn helden wat nu in het water liggen, wat aan het zwemmen zijn. Dus ja, fantastisch. En hoe is dit allemaal gefinancierd? Nou, wat doen we? We hebben de deelnemers betalen een stukje. Ja. Dan hebben we een paar sponsoren wat betalen. Ja. En omdat het eerste in het zuiden open water evenement is, heeft de Koninklijke Nederlandse Zwembond, die hebben op een bepaald moment gezegd, nou wij financieren het risico af. Dat hebben ze gedaan, een behoorlijk bedrag wat ze gedaan hebben, dat is magnifiek. En het andere wat gefinancierd wordt, dat toen gewoon niet, we dachten eerst 30, toen waren het er 50. En we hebben nu meer dan 100 inschrijvingen, dus wij komen best wel redelijk uit de kosten. En internationale inschrijvingen? Ja, we hebben zelf mensen uit Wallonië hier, dus dat is fantastisch. En er zijn zelf mensen niet internationaal, maar nationaal vanuit Utrecht hier. Ja, fantastisch. Ja, gewoon geweldig. En het hele mooie is, er wordt ook gezongen voor een goed doel. Ja. Wat we straks mogen doen, dat mag ik ook doen, daar ben ik best een beetje trots op. Wij spreken de zorg uit omdat op heel veel scholen niet meer schoolzwemmen is. Dat vinden wij, willen we graag onder de aandacht brengen. En wat ze onder de aandacht brengen is dat wij één kind adopteren die wat niet zwemmen kan. En wij hebben gezegd van nou, wij gaan dat kind zwemmen leren. Ja, dat is een fantastisch initiatief. Ja, zijn we heel blij, heel trots dat we dat ook allemaal bereikt hebben met elkaar. Ja, heel leuk. Ja, het ging wel. We konden mooi in een groepje zwemmen. Het snelste bij fietsen kun je dan gewoon lekker achter elkaar, heb je veel voordeel van. En op het laatste dan gaat iedereen voor zich en dan is het een sprint naar de finish. Het is eigenlijk het grootste deel niet zwaar, maar op het einde dan wordt het wel prettig. En hoe heb je je verder voorbereid met eten, drinken? Zijn er nog een bepaalde regel voor wat je doet voor zwemmen? In principe eet ik gewoon wat ik iedere dag eet. Gewoon 's ochtends boterham en een kop koffie. En dan van tevoren even wat suiker. Oké, en zit je hier ook bij de zwem- en polo-club zeg maar, in Maastricht aangesloten? Nee, ik zwem bij de zwemclub in IJssel. Oh, in IJssel? Ja, en bij de triathlonclub in Maastricht, Vermozen. Nou, ik zou zeggen, ga je lekker afdrogen en geniet van de overwinning. Is goed, dankjewel. Nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Hartelijk gefeliciteerd, wat een prachtige prestatie. Ja, dankjewel. Hoe was het?
Ja, het was een hele leuke route ten eerste. Natuurlijk, het water is wel wat frisser nu aan het einde van het openwaterseizoen, maar het was lekker. Het was lekker. Maar dit is niet de enige wedstrijd die jij in open water hebt gezwommen? Nee. Je bent een routinier, mag ik wel zeggen. Ja, ik heb het hele seizoen eigenlijk elke keer in het open water gezwommen en dan ook twee NK's. Dus je hebt meerdere wedstrijden gewonnen behalve deze? Ja, ja, ik heb dit seizoen wel bijna alle wedstrijden gewonnen. En hoe bereid je je voor op zo'n wedstrijd? Ja, eigenlijk is het gewoon trainen. Ik heb in een buitenbad getraind, gewoon lange afstandstrainingen. Ja, elk weekend zwemmen we toch wel 5 tot 10 kilometer, dus dan ga ik er wel aan gewend. Dus dan is 3 kilometer hier is wel meer een sprintje. Ja, en nu heb je in het Grindgat gezwommen. Het schijnt dat het hier toch anders voelt. Het water schijnt iets warmer te zijn, ook een betere kwaliteit. Heb je daar iets van gemerkt? Nee, dat niet. Ja, ik train hier ook wel. Je bent eigenlijk wel... Ja, dat is gevoelig. Oh, kijk eens aan. Maar het is gewoon een prachtig omgeving. Ja, zeker. En ik zou zeggen, ga jij lekker genieten. Dankjewel. Nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Tot ziens.